Welkom bij Bijbreipraat, aflevering 18. Mijn naam is Jessica en ik woon samen met mijn man, mijn dochter en mijn twee bouviers in Breda. En ik houd heel erg van handwerken. Daarom maak ik graag deze filmpjes om andere mensen erover te vertellen, maar ook te inspireren en te motiveren misschien als het nodig is. En vooral ook omdat ik het gewoon leuk vind om erover te kletsen. Dus ik hoop dat jullie hiervan gaan genieten. Vorig jaar op 15 september maakte ik mijn eerste filmpje en vandaag is het 20 september, dus het is een jaar geleden dat ik ben begonnen. En daarom wil ik dus ook een giveaway houden. Later in deze video zal ik vertellen wat je kunt doen om prijzen te winnen en wat de prijzen gaan zijn. Maar eerst ga ik vertellen wat ik allemaal de afgelopen 3 weken mee bezig ben geweest. Leuk dat je meekijkt en ja, ook altijd leuk... De reacties die ik krijg op de video's, dus zie je iets, wil je iets met me delen of zo, laat gerust een reactie achter. En sowieso voor de giveaway is straks ook handig, maar dat laat ik nog wel even weten. Nou, we beginnen met wat ik aan heb. Het eerste wat ik aan, of ik heb 2 dingen aan. Dit vestje is niet zelf gemaakt, het is al een oudje van de Zeeman. Ik weet ook niet wat voor materiaal het is. Ik weet alleen dat die heel fijn is en dat ik... Ik moet hem eigenlijk al heel lang weggooien, want er zit een gaatje ergens. En dan wordt het mooie is er echt wel van af. Maar dit is zo'n lekker vestje wat je even overheen kan gooien. Als je dus gewoon net zoals vandaag, 's ochtends is het 12, 13 graden. 'S middags wordt het 23 graden. Dan is het gewoon te fris om zonder vestje te doen. En ik heb wel wat andere vestjes, maar dat zijn allemaal meer wat winterse vestjes. Dus dat voelt dan ook niet helemaal goed. En zeker voor de video dacht ik, ja, het is wel leuk als er een beetje... nog oké uitziet, zeg maar. Dus ik hoop dat het overkomt. Maar het staat wel op mijn lijstje dat ik voor volgend voorjaar een wit vestje wil breien. Ik weet alleen nog niet wat, welk model. Dus suggesties daarvoor zijn ook altijd welkom. Ik denk dat het een... op zich vind ik het heel leuk een kantwerk vestje. Kan ook, maar dat is misschien wel weer druk op het moment dat je een shirtje aan hebt met een print of met... zoals dit met heel veel kleurtjes. Of heel veel kleurtjes. Het is allemaal blauw, maar het is gemêleerd. Dus ja, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog over aan het nadenken. En sowieso welk garen ik dan zou moeten gebruiken. Maar gelukkig hebben we nog even. De winter moet nog komen. Dus daar denken we over na. Maar een ander ding wat ik aan heb, is ook een van de objecten die ik af heb. En dat is de Tolsta Tank. En dit is dus het vest. De vestversie. In 4-ply. Het patroon komt in echt 3 verschillende soorten halslijnen. En ook in fingering weight garen. Dus 4-ply en dus DK weight garen. En ik heb hem gemaakt in... Het patroon is trouwens van de Crea Bea, Rebecca Claw. Ik heb hem gemaakt in maat 4 met een D-cup. En het garen is van de draadzaak. En het heet The River. En het is 100% Pima katoen. En het is dus 100 gram is 400 meter. Dit garen zat ooit in een verrassingsbox, dus ik denk niet dat je het ooit nog zo kunt kopen. Of in ieder geval de kleur. Hè. Het garen zelf heeft ze nog steeds op voorraad. En ja, het is echt een fijn draadje. Over het, de top zelf. Ik was toen ik begon best enthousiast. Ik had ook heel lang dit garen. Heeft echt 2 of 3 jaar in mijn laag gelegen. Dat ik niet wist wat ik ermee moest doen. Er zat bij die verwendbox... een projecttas van Hobbybags bij en er zat een patroon bij voor een kool, maar ik ben niet van de kools. Dus ik had zoiets, ja, ik weet niet of ik dat er ooit ga maken. Dus het bleef liggen. En nu bedacht ik dus van de zomer van, joh, dan is die Tolsta Tank is wel een goed patroon hiervoor. Dan krijg je een beetje dun, luchtig topje. En toen ging ik breien en vlak daarna kreeg ik dat ik de testnit mocht gaan doen van de Cleo Top. Light en van Simone Ryan van Rust Knitwear. En daar was ik eigenlijk veel meer van gecharmeerd. De afwerking, het steekverhouding is wat strakker, zeg maar. Dus je krijgt ook dat het wat netter uitziet. En dat had ik allemaal hierbij niet. Ook gewoon, ja, dit katoen is heel dun. Na het blok is het heel mooi geworden. Maar
voor het blokken zag het er gewoon heel rommelig uit. Daar werd ik niet zo blij van. De Cleo-top werd van boven naar beneden gebreid. Dus je kon dan heel snel passen en zien van nou, dit wordt wat. En deze wordt van boven naar van onder naar boven gebreid. En ja, je bent bijna het rond aan het breien. En je kunt het wel even aandoen, maar je ziet nog niks, zeg maar. Dus ik vond het allemaal heel lastig. Dat ik dacht van, ah, ik ben er niet zo kapot van. Maar we gaan door, want ik wil het graag opmaken. En het is nooit weg om een topje erbij te hebben. En op een gegeven moment, dat is wel leuk. Ik heb deze dus met een koepnaad erin gemaakt. Dus dit is voor de D-cup. En ik heb ook op een bepaald punt nog gedacht, oh, zou ik het niet doen? Maar toen ging ik kijken en het kon het al niet meer. Want zonder de D-cup, de dingen erin, dan zou ik gewoon te klein uitkomen. Maar daardoor is hij dus gevormd. En op een gegeven moment was ik voorbij het punt, volgens mij al, dat je echt gewoon bijna aan kon, zeg maar. Of hier, in ieder geval één kant al had gedaan of zo. En ik had hem even aan en toen dacht, oh, dit kan wel wat worden. En laat staan toen ik een schouderband vast had. Toen dacht ik, oh, dat wordt wel echt leuk. De andere kant af. En nou, toen moest hij nog worden geblokt. Maar toen dacht ik al van, oh, het is wel echt door die buste shaping, zeg maar, bust shaping, is het wel perfect maat. In het patroon staat als het verschil tussen je upper bust en je full bust 5 centimeter of 10 centimeter is of zo, tussen de 5 en de 10 centimeter volgens mij, dan moet je voor de D-cup. En er zit ook nog een optie in als je nog meer hebt. En ik zat met meten net op de 5, net wel, net niet. Dus ja, ik twijfel of het nodig was, maar het zorgt er wel voor dat hij hier mooi zit, maar ook bij je lijf niet heel strak, of niet heel los is. Dat hij echt een beetje, ik heb niet echt een heel taille of zo, maar het, ja, het is niet een heel florrig bij het geval. Het zit gewoon heel erg mooi. Dus ja, het was echt een aangename verrassing. Dit is vandaag de eerste keer dat ik het voor het echtje aan heb. Ik heb van tevoren allemaal dat ik dacht, zal ik me aandoen? Maar dat vond ik dan toch weer zonde, want ik wilde wel even wachten op de podcast. Zal ik even, ik heb of ondertussen al, of ik zal nog foto's invoegen. En ja, ik ben dus heel erg tevreden hierover. En het zorgt er ook voor dat ik denk, oh, dit zal niet de enige blijven die ik wil maken. Ik heb ook nog, ik heb ooit voor een testnit garen gekocht, merino. En daar kreeg de steekfraude niet van. Daar zou het ook helemaal perfect voor zijn. Misschien niet voor in de zomer, maar misschien wel als laakje onder een vest of onder een trui. Of voor in het tussenseizoen of met een blouse erover of zo. Dus dat is ook een optie. Ik heb nog wat andere garens liggen. Maar sowieso, dus ik ja, ga zeker nog wel eens meer maken. Want het is uiteindelijk, het model zit gewoon echt super mooi. Ik ga wel, want ik had hier de draden afgewisseld. Ik had twee strengen. Dus ik heb de strengen afgewisseld. Dat zie je wel een beetje aan de zijkant. Het is na het blokken wel veel minder geworden als dat het was. Dus ik ga me ook een keertje verdiepen in, ja, hoop ik ook weer moet opzoeken. Hè? Dat je de strengen afwisselt, maar dat je op een gegeven moment een paar steken slipt. En dan, helical knitting heet het. En dan brei je weer met de andere kleur. Dus ik heb er al een paar keer filmpjes van gekeken, maar het leek me zo gedoe. Dus misschien moet ik het wel gewoon een keertje gaan proberen en kijken hoe dat werkt. En met dit garen zelf zal ik misschien volgende keer de boord nog met een naaldje kleiner breien. Want het is toch nog, zeker vooral aan de onderkant, is hij nog redelijk ja, rommelig, vind ik. Het geeft niet, hè? Het is niet, je moet er echt bovenop zitten in het team. Maar ik zie het zelf dat ik denk, ach, dat had nog net iets netter gekund. Dus ik denk dat dat gewoon, maar dat zal aan het garen liggen. Dit is gewoon heel glad garen, heel luchtig garen, echt heel zacht ook. Maar ja, het zorgde ervoor met het breien dat het gewoon, met, zeker met de 1x1 rib, dat dat gewoon ja, wat rommeliger werd. Maar geeft niet, ik ben er verder helemaal blij mee. En ja, we gaan er lekker veel plezier van krijgen, even beleven hoop ik. Ik denk zeker in de zomermaand dat het gewoon een perfect ding is. Dat je gewoon ja, overal op kan en lekker luchtig aan kan. Dus ook met warmere temperaturen en gewoon even in een sopje. En het zal ook weer snel droog zijn, denk ik. En ja, in de wintermaanden misschien ook met een leuk vestje erover. Of met een blouse erover of zo. Dus moet ik even kijken. Ik moet even kijken wat ik heb, wat erbij past. En
Ja, dus het is nog even zoeken waar ik hem allemaal op kan dragen. Maar ik heb hem in ieder geval nou vandaag aan. En wat ik zei, het wordt vanmiddag 23 graden. Dus dan zal het ook heel lekker zijn om het gewoon zonder vest aan te hebben. Een ander project wat ik af heb, zijn de geheime, dus het geheime project van vorige keer. Wat ik zei, ik weet niet of de mensen op Revelry even hebben gespiekt. Maar degene waarvoor het was, absoluut niet. Want die zei, toen ik het gaf, dit zijn de geheime verjaardagssokken voor mijn man. En toen ik ze gaf op zijn verjaardag, toen zei hij, hey, ik heb helemaal niet gezien dat je daarmee bezig bent. Nee, ik heb het ook alleen maar gedaan op het moment dat hij aan het werk was. Dus hij heeft er niks van gezien. Dit zijn ze geworden. Het garen is van Winnie's Bol in de kleur Jack O'Lantern. Lantern, ik weet niet hoe je dat precies uitspreekt. Het is 80% merino en 20% polyamide. Ik heb het gekocht bij de Knit & Knot beurs in Tilburg. Afgelopen februari, denk ik. In ieder geval dit jaar ergens. En 100 gram is 425 meter. Dus heel lekker zacht garen. Ja, het breidt vanzelf dus met die streepjes en met die vlekken erin. Ik heb het gebreid voor het eerst op zo'n naaldje van 23 centimeter. En ik moest eraan wennen, maar op zich, zolang ik gewoon rechtdoor breide, ging het goed. En sommige dagen had ik iets meer dat ik last kreeg van mijn handen. Andere dagen kon ik lekker gewoon langere tijd achter elkaar breien. Maar het ging wel heel, heel snel, zeg maar. Je had zo een paar rondjes gebreid. Ik vond het ook makkelijk, want ik moest op een gegeven moment voor bij de huisarts even wachten. Dat je gewoon alleen maar rond hoeft te gaan, zeg maar. En Magic Loop vind ik ook heel fijn, maar Magic Loop 2 tegelijk is niet zo'n werkje wat ik heel snel meeneem als ik gewoon in de wachtkamer zit. Wel als je ergens weet, je hebt een tafel of je zit op een bank en je kunt op je gemak. En, maar gewoon even 5 minuten of 10 minuten of 20 minuten bij de huisarts. Ja, daar zit je altijd, in ieder geval ons huisarts heeft gewoon hele oncomfortabele banken en er is verder niks aan te beleven. Dus daar zit je niet op je gemak dat je kan zeggen, ik ga even de bolletje omwisselen. Sowieso op het moment dat de huisarts roept, vind ik het vervelend als je dan nog 5 minuten bezig bent, bij wijze van spreken, om alles weer in je tas te krijgen. Dus ja, daar is dit wel perfect voor. Ik vond het echt fijn werken. En natuurlijk als je Magic Loop doet en gewoon eentje tegelijk, dan heb je dat probleem ook niet. Maar ja, dat twee tegelijk vind ik gewoon heel fijn als ik gewoon mijn gemakje thuis zit. Zeker ook dat je twee sokken tegelijk af hebt. Maar ook gewoon het ritme. Ik hou ervan van die bolletjes omwisselen. Ja, ik word er heel blij van. Maar dit ga ik zeker ook wel onthouden, bewaren. Ik heb ze gebreid gewoon een tube gemaakt. Dit heb ik trouwens over deze hoeveelheid wol. Ik moet hem nog even netjes opwikkelen. Dat hij gewoon een mooi bolletje is. Mijn man heeft ze nog niet aangehad. En ze zijn ook nog niet geblokt. Want ze waren echt maar net op tijd klaar. Toen heb ik ze heel snel ingepakt. Ik heb ze gebreid, eerst de tenen los met Magic Loop. Daarna heb ik een tube gebreid. Ik heb bij Tour 76, ik heb even gekeken bij hoe ik andere sokken voor hem heb gedaan, heb ik een draadje erin gedaan. En achteraf dus een hiel erin gedaan. En de boord heb ik dan wel weer Magic Loop gedaan. De hiel is dus de afterthought hiel. Die in het patroon staat van de Early Spring Socks. En daardoor krijg je ook, omdat je in het rond breidt, dat die lijnen ook leuk doorlopen. Ik hoop dat de camera overkomt. Ik zal straks ook nog even foto's maken. Heb ik ook nog niet gedaan. Het enige was wel, ik heb voor de tenen gebruik ik normaal gesproken een opzetje wat ik heb uit de boeken van Dan Dennis en Mr. Knitbear. En ik had geen zin om het boek te pakken, dus ik heb gewoon overgeschreven in mijn handwerkboek van een paar andere sokken wat ik heb gebreid. Alleen, dat bleek dus een paar te zijn in een kleinere maat, waarschijnlijk voor mijn dochter, met 60 steken. En ik had eigenlijk 64 steken willen hebben, dus ik ben aan het breien en ik kom bij het stukje van de hiel en ik wil steken op paard zetten. En toen denk ik, ik mis 30 steken, 4 steken. Dus ik denk, wat raar. En toen ging ik kijken en toen dacht ik, ach, ik had gewoon net nog wat meer moeten meerderen. Het was uiteindelijk niet erg. Want bij Magic Loop heb ik in ieder geval altijd. Dat je de eerste paar steken van een naald. Of van als je weer wisselt van de andere naald. Trek ik altijd een beetje aan. En soms wat strakker, soms wat losser. Maar dat, ja, daar wordt wel wat meer aan getrokken.
Dat is bij dit niet. Dus dit brei ik en sowieso waarschijnlijk omdat dit zo onhandig in je handen houdt. Of onhandig, dat klinkt niet aardig. Maar gewoon, je houdt het anders in je handen. Brei ik dit net wat losser. Dus ik heb ze gepast. Het eerste onderdeel, dat was een beetje raar. Maar ik heb ze bij mezelf gepast. Mijn voeten zijn korter, maar niet veel breder of smaller, denk ik, als die van mijn man. En zeker de onderbenen. En mijn onderbenen zijn dikker, denk ik, als van mijn man. Dus ik ga ervan uit dat het helemaal goed komt. Ze zitten bij mij helemaal prima. Dus ik verwacht er geen problemen mee. Dus uiteindelijk was het helemaal goed dat ik 60 steken heb gedaan. En ja, hij moet ze alleen nog even aandoen. Maar het is er nog niet van gekomen. Maar ja, echt leuk sokken garen. En ik ga zeker nog een keertje... Zeker met zelfs strepend garen of zo, voor drukker garen, waar je toch alleen maar rechtdoor breidt. Ga ik toch gewoon opzetten op die kleine naald. En dan gewoon om mee te nemen of op die manier. En mijn man was dus jarig en die weet nooit wat hij wil hebben voor zijn verjaardag. En die zegt altijd, ah, die weet niet wat hij wil. Die zegt, ik hoef geen cadeaus, want als ik iets wil hebben, dan koop ik het wel. Dus die heeft geen wensen. Dan ga ik iets verzinnen. En ik heb wel wensen. Ik wil breien. Dus ik kwam een patroon tegen. Ik was Breverly een beetje aan het neuzen. En ik kwam de... Ik zal nog even echt een foto in de stunden. Maar de So Basic Sweater van Maxim Seer. Oftewel Max de Knitter tegen. En dat is een redelijk basis sweater voor een man. Met op de mouwen een klein streepje met een averechte toer of zo. Ik moet nog het patroon lezen, maar in ieder geval, daar zit een beetje een werkje in. Er zit eventueel een borstzakje op. Ik denk niet dat mijn man daarvoor gaat. Maar hij mag wel kiezen ook of hij de streep op de mouw wil. Hij zei op de foto zo al van streep op de mouw. Ja, er zit een streep op de mouw. Dus hij moet maar even kijken wat hij wil. Maar toen dacht ik, dan krijgt hij van mij wol. Dus ik heb... Zit te kijken, het patroon zelf wordt in Mondine gebruikt, maar van een ander merk. Niet van Retro, want dit is van Retrosaria Pomar. Denk ik, Retrosaria Rosa Pomar, wel goed zeggen. Maar ik zag op Revelry, kun je als je op een project klikt, zit er ook... Ik kijk alles op mijn telefoon, hè, dus wie weet dat op een laptop alles er anders uitziet. Maar je kunt opzij van de foto van de details kun je ook op een minuutje klikken. En daar staan ook yarn ideas. En daar stond dit garen dus ook bij. Dus de Mondine van Retrosaria Rosa Pomar. Hele fijne naam. En daar was ik even aan het naar kijken. En toen zag ik deze kleur. En die vond ik echt super mooi. Dit is de kleur B570. Ik heb hem eerst gekeken bij Rebel with a Twist in Dordrecht. Die verkoopt ook dit garen. Alleen ze had niet genoeg. Ze had twee bolletjes of zo. En ik wilde het op tijd hebben. Dus ik denk, ja, ik kan wel contact opnemen. Maar dan moet zij het ook bestellen. Dus ik denk, nou, kijk even in Portugal zelf. Bij de firma zelf. En heb ik daar besteld. Nog wel een dingetje, want dan, ja... Ik heb ook al, dit is gewoon zo'n redelijk spontane actie, zeg maar, dat dit komt in mijn hoofd en dat moet dan ook gelijk geregeld worden. En dat kan ik niet wachten, dat moet dan. Maar ik heb er al wel van geleerd. Ik heb ook al wel eens gehad dat ik dan te weinig had besteld of iets. Dus ik dacht, ja, helemaal vanuit Portugal moet ik wel zorgen dat ik goed heb. Dus ik keek nog een keer extra van, heb ik het juiste aantal meters, heb ik het goed begrepen? En toen ging ik dus kijken. Of ik heb mijn bestelling gedaan. En toen had ik een ander nummertje gekozen. Op een of andere manier. En ook ineens, ja, dit is 570. En dat was, nou, iets met 800 of zo. Of 870. Maar ik weet niet meer wat het was. Maar het was wat anders. Of 780 of zo. Nou, maakt niet uit. Maar het was een beetje een bruine kleur. Een beetje cognacbruin, denk ik. Ja, niet de kleur die ik wilde. Dus ik kreeg helemaal een paniek. Ik denk, oh nee. Dus snel een mailtje gestuurd naar... Portugal en van joh, ik heb net een bestelling gedaan, maar kan die alsjeblieft nog even in een andere kleur, want ik heb echt gewoon een foutje gemaakt. En die zeiden, joh, geen probleem, we passen het gelijk aan. Dus het was nog even spannend totdat het kwam. Natuurlijk had ik al een bevestiging van de mail gekregen via de mail, maar dan zit je toch nog een beetje totdat die komt van, oh, zou het wel?
goed gaan, zou ik wel de juiste kleur krijgen. Maar ja, het is mooi blauw en ik ben heel benieuwd naar dit garen. Het zit echt, toevallig heb ik deze week een filmpje gekeken van Joke van Allemaal Draadjes. En die was er ook mee aan het breien en die was heel erg enthousiast. En ik snap hem wel. Het is nu nog, ik vind het niet prikken, maar de bol voelt heel stevig aan. Maar het is dus wel een heel dun draadje. En schijnbaar fluft die nog op als je ermee gaat breien. Ik moet ook nog even kijken op welke naalden ik moet breien en alles. Dus misschien dat ik vandaag een proeflapje opzet. Dus dit gaat wel een lang werk worden. Want ja, een herentrui. Nou is de trui van mijn man is bijna net zo groot als mijn trui. Dus misschien zelfs niet kleiner. Maar ja, het is gewoon fingeringweet en dan een hele trui. Dus dat gaat wel even duren, denk ik. Dus dit heeft geen haast. Hij heeft ook niet om gevraagd. Hè. Dus het is een verjaardagscadeau. Hij heeft ook mag geen spatjes hebben. Maar ik wil er wel aan gaan beginnen. En dit lijkt me een lekker werkje. Dat je gewoon tussendoor gewoon, als je zegt, ik wil even gewoon rechtdoor breien. Dat je hiermee aan de slag kan. Dus, en het is dus 100 gram, 100% Portugees wol. En 100 gram is 385 meter. Dus het is een iets dikker fingeringweet, maar het draadje zelf, ja, ziet er wel dun uit. Dus ik ben heel benieuwd. Dus dat was alles wat ik af heb. De Curiouser en Curiouser Socks, die ga ik niet laten zien. Want die hebben nu dus even stilgelegen, omdat ik dus met deze sokken bezig was. Vooral als mijn man even naar zijn werk was, dan deed ik elke dag daar een half uurtje of een uurtje aan. Dus toen had ik die andere sokken, dacht ik, nou, laat ik even gaan. Die wil ik maken voor de verjaardag van mijn dochter. En die is begin oktoberjaar. Dus komende week, anderhalf week, twee. Ga ik daar gewoon flink mee aan de slag. Dus die komen ook af. Dan waar ik mee bezig ben. Ik begin met deze. De Feels Right Tea van Lily Kate France. Ik maak deze in maatje 3. En het garen is van de Mindful Creators, Flowy Fingering, dat is 100% Superwash Merino. En de kleur is It's Just Gossip, Let It Go. En dat is dus gebaseerd op Bridgerton. Dus die collectie heet de Dearest Gentle Lover Collectie. Nee joh, de Dearest Gentle Yarn Lover Collectie. Ik weet niet wat ik net zei, maar dat is echt een rommelig filmpje. Geeft niet, jullie moeten het ermee doen. Ik ga ook niet heel veel knippen en plakken, denk ik. Tot zover ben ik nu. Ik heb dus, je begint aan het achterpand. Dan neem je steekjes op voor het voorpand. Je begint met een stukje short rose aan het voorpand. En dan ja, breid je het op een gegeven moment bij elkaar. En dan ga je op een gegeven moment aan het voorpand of aan het lijf beginnen. Bij het lijfje heb je elke keer dat je zachtjes aan mindert. Dus elke keer zoveel toeren maak je een mindering. En dat zorgt er dus voor dat het wel gewoon een beetje aansluitend truitje wordt. Of shirtje wordt. Voor mijn dochter wordt het dus een truitje voor in de winter. Want die heeft heel snel warm. En ja, het breidt echt lekker op. Ik wissel dus ook weer de strengen af. Maar ik heb het idee dat het heel gelijkmatig geverfd is. En bij deze doe ik hetzelfde trucje als wat ik bij de Tolstad die heb gedaan. Ik weet niet of het op camera overkomt. Dus ik wissel elke keer de draad. Maar hier met de wol valt het al minder op. Dus ik hoop dat straks met wassen en blokken dat het eigenlijk wegvalt. Dat je bijna niet ziet dat ik heb gewisseld van waar ik heb gewisseld van draad. En ja, dit is nu een werkje wat ik vooral 's avonds op de bank lekker zo eens een paar toeren doe. Je hoeft er niet ja, heel hard over na te denken. Alleen even bijhouden waar je bent met minderingen. En ik doe dat dus in mijn handwerkboek door te turven en streepjes te zetten. Daar hou ik heel erg van. Ik heb met de sokken van mijn man heb ik geprobeerd met van die lightbulb dingetjes. En dan tellen. Kan ook. Maar ja, op een of andere manier. Het geeft mij minder voldoening als streepjes zetten. Dus dat is prima voor zo'n onderwegwerkje. Maar ik vind het voor zoiets vind ik dat gewoon lekker. Dat je gewoon een streepje zet. Ik hou ervan dingen afvinken. Krulletje zetten, streepje zetten. Dus een ander werkje waar ik flink aan bezig ben geweest is de Lauder Vest van de Crea Bea. Dit patroon kun je dus
breien in een sweater of in een spencer. Je kunt hem breien met hondenhals, met veehals. Ik brei de spencer editie, dus dat is de vest. En met veehals. En ik brei hem in maat 4 ook. En de fielsrijd die wordt in maat 3 gebreid. Ik wil niet zeggen dat mijn dochter onze maten dicht bij elkaar liggen. Maar dat ligt gewoon aan dat er in dat patroon er heel veel maten zitten tussen de kleinste en de grootste. En bij deze zijn ook veel, de patronen van Rebecca Claw zijn ook, ja, er zijn ook veel maten bij. Maar daar zit het gat tussen de maten is wat groter, denk ik. Geen idee. Ik denk dat mijn dochter bij Rebecca Claw misschien te maatje 2 heeft. En, want die heeft, ja, wat zal ze hebben? Ik denk maatje 38, normaal gesproken. Even kijken, wat wilde ik zeggen? Ik brei hem in Cascade 220, een header, in de kleur Crushed Grapes. Dus geplette druiven. Klinkt veel lekkerder, nee. En dit is 100% Peruvian Highland Wool. 100 gram is 200 meter. En ik heb hem gekocht bij Recht en Averrecht. En ik ben al zover. Je begint bij deze dus ook op het achterpand. Dit is dus een all-over kabelpatroon. Dus over heel het dingen heen. Echt leuk om te doen. Je hebt wel wat charts waar je mee moet werken. Maar eigenlijk als je op een gegeven moment het gevoel hebt en een beetje door hebt van waar wat komt, zeg maar. Dan is het ook wel intuïtief dat je wel kan bedenken met meerderingen ook van, oh, maar nu moet je een averechte of een rechte meerdering doen, want je hebt weer zoveel steken, dus er komt weer een nieuwe kolom van kabels. Want zit dus elke keer tussen de kabelkolommen zit er een averechte steek. En dan neem je steken op voor de voorpanden en die brei je dus ook naar beneden. En die brei je op een gegeven moment samen voor de veehals en dan heb je nog wat minderingen of meerderingen voor de armsgaten. Ik had wel op een gegeven moment twijfels toen ik ermee bezig was, want ik dacht, oh, het wordt ook allemaal heel kort en het moet niet heel strak onder mijn armen gaan zitten. Maar ik heb het netjes gedaan wat er in het patroon stond en mijn stekenverhouding is ook gewoon na het blokken zoals in het patroon staat. Alleen als je dus nog aan het breien bent, dan is die steekverhouding net een beetje anders. Dus dan kan het ook lijken dat je denkt van, oh, gaat dit wel helemaal goed komen? Maar ik heb hem gisteren aangehad en hij zat prima. Dus laat staan, als hij geblokt is, dan zal hij nog beter zitten. Dus ik ben nu net in het rond. En ja, zeker de toeren met kabels. Het is niet moeilijk. Ik kan ze ook zonder kabelnaald doen. Alleen, het kost wel wat meer tijd als gewoon de andere toeren. Dus je hebt 3 toeren dat je gewoon recht en averecht afwisselt. En dan heb je de toer met de kabels, ja, dat is even wat meer werk. Daar doe je wel even over. En dat zal ook op den duur ook nog weer wat vlotter worden misschien. Maar ja, echt leuk om aan te werken. Ik wil hem ook echt niet te lang meer overdoen. Dus, want het lijkt me echt een perfect kledingstuk voor de herfst. Lekker met een shirtje met lange mouwen eronder. Dus ja, ik tot nu toe heel erg blij mee. En ja. Dat is alles wat ik erover kan zeggen. Jullie zullen de komende tijd nog wel even zien. Een ander werkje waar ik heel veel, best wat aan heb gewerkt, is de Keep It Warm sweater van Atelier Azur. Oftewel Yion Wahli. En die maak ik in maat L, voor zover mensen het interessant vinden om de maat te weten. Ik brei hem met Philcolana Anina en Philcolana Tilia. Allebei in de kleur 335. En het is wel Peach Blossom. Het is wel een kleur die moeilijk op camera te pakken is. Als ik foto's hiervan maak, dan wordt het echt wel knetterroze. Veel feller en iets donkerder dan dat in het echt is. Maar ja, dit ga ik breien voor de Knit Toe, Pearl Toe. Mekelong ga ik deze doen. Ik wil deze dus ook aan op het festival. Dus mocht je op het festival komen, dan kun je hem echt hopelijk aanschouwen.
En ik heb dit garen gekocht bij Wally Hoed in Utrecht. En ik ben nu zover. Ik ben bijna klaar met de jook. Ik moet nog iets van 5 toeren. En ja, het voelt echt zalig. Het heeft een. Je begint dus met de dubbel gevouwen. Hoe heet het? Boord. En ja, daar zit van alles in. Je moet echt. Het is uiteindelijk niet moeilijk, maar je moet wel opletten. Dus het achterpand wordt gewoon helemaal glad, gewoon recht. Op de mouwen zit een patroontje. Is ook niet moeilijk. Daarbij is het voordeel als je het eenmaal door hebt, dat je aan het patroon zelf heel goed kan zien wat je op dat moment moet doen. Dus je kunt gewoon naar je steekje kijken en dan kun je heel goed zien van, oh, ik moet nu dit doen of ik moet een andere stap doen. Wat je moet doen is ook niet moeilijk. Het ziet er moeilijker uit dan dat het is. Je hebt hier bij de raglan heb je dat je elke keer wat moet doen. Ook niet moeilijk, is gewoon in de achterste steek breien. Ik vind alleen door de meerderingen, ik doe de meerderingen wel zoals ze in het patroon staan. Maar ik denk doordat je de steek daarna in de achterste lus breidt, dat dit gaatje zo groot wordt. Ik heb foto's opgezocht. Daar is het ook allemaal bij. Dus het klopt wel. Maar dat had voor mij niet per se gehoeven, zeg maar. Omdat je, ja, is op zich leuk. Maar. Oh, ik snap. Nee. Kijk, want hij zit dus aan deze kant zit hij op de mouw. Maar hier zit hij dan weer op het rugpand. En aan deze kant zit hij weer hier op de mouw. En dan zit hij hier. Hier op het voorpand. Dus dat vind ik een beetje. Ja. Had voor mij niet gehoeven, zeg maar. Misschien dat met blokken minder wordt. Ik denk dat verder niemand daarop let of geen aandacht naar krijgt. Maar dat is wel dat ik tijdens het breien dan denk, ja, had dat niet anders gekund. En ik ben nog niet zo ver dat ik dat kan aanpassen of kan verzinnen van dan moet je anders doen of dat is op een andere manier mooier. Maar dat is het kleine ding dat ik denk van dan had het leuk geweest als die gaatjes is prima. Maar als dat hier dus op het voorpand zit en dan bijvoorbeeld aan deze kant ook op de achterpand of dus aan de kant van de mouwen. Dus ik weet ook niet of het anders kan, hè? Ik heb daar geen verstand van. En dan heb je in het voorpand heb je panelen met, ja, het is geen koffieboontje, het lijkt er wel een beetje op. Ik heb toevallig tijdens het breien ook filmpje van Sarah gekeken waar zij daar koffieboontje weer uitlegde. Dit doe je net op een andere manier. Het ziet er wel ongeveer hetzelfde uit. Is ook heel leuk om te breien. Is dus ook heel goed. Aan het patroon te zien waar je bent, of aan je steken te zien. En dan het middelste stuk. Hoeveel steken zijn dat? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 steken, zeg maar. Ongeveer. Daar heb je echt een chart. Die is ook niet moeilijk. Heel veel toeren zijn gewoon redelijk basic wat je moet doen. Je hebt alleen wat verschillende kabeltjes erin. Die zijn ook niet moeilijk. En ik was alleen mijn kabelnaald vergeten, maar gelukkig was ik met de sok van mijn man zover dat ik aan het boord was en die had ik ook bij. En toen kon ik mooi dit dingetje ervoor gebruiken. Dus dat werkte ook prima. En want dit garen is gewoon super glad. En je hebt de kabel gaat over 5 toeren, dus je hebt 3 steken die je moet heen en weer doen. En vooral met het draadje mohair erbij. Ik ben bang dat ik het mohair draadje mis, zeg maar. Dus dat vond ik, ja, die durf ik niet met losse of los zonder kabelnaald te doen. Dus ja, we gaan hier lekker mee verder. Nog een paar toeren en dan is de jook klaar. Dus dat is wel fijn, want nu worden de toeren wel echt lang. En ja, doe je gewoon per toer best lang over een ding. Dus maar echt, ja, ik ben er heel blij mee. Ik denk dat het ook wel mooi gaat staan. Dus ik hoop hem op tijd af te hebben. Ik hoop ook dat het niet te warm is bij Knitto Pultoe Festival. Want ik denk wel dat dit een warme trui gaat worden. Maar doordat het zo afwisselend is met breien, is het ook echt elke toer wel een feestje om te doen, vind ik. Ik vind het echt elke keer als ik er dan weer. Het was een tijdje geleden dat ik eraan had gewerkt. Maar er was wel weer dat ik dacht: oh, het is zo leuk. Dus ik, ja. Mijn handen jeuken om weer hieraan verder te breien. Alleen afgelopen dagen wel veel aangebreid. Ik moet even kijken hoe ik het allemaal ga plannen. Of allemaal plannen. Ik ga plannen helemaal niks.
Maar een beetje kijken dat hij wel aandacht blijft krijgen. Maar ik wil dus ook die Lauderfest hebben. Dus ik moet even, ja, een beetje bekijken hoeveel ik waar aan ga breien. En dus voor de Niet de Hoepul Festival wil ik ook nog sokken breien. En ik wil dus die sokken die Sarah had gemaakt met de tekst Niet de Hoepul toe, wil ik ook maken. Als hoofdkleur heb ik bruin gekozen. Is dus niet mijn kleur, maar wel de kleur van Sarah. En Sarah en ik maken ook weer grapjes over elkaar, of met elkaar, want mijn kleur is, mijn lievelingskleur is rood. Maar ik hou ook heel erg van blauw. Ik brei ook heel veel in blauw. En dat is niet de kleur waar Sarah van houdt. Dus wij maken altijd onderling grapjes. Ook voor mijn hartje naar iets geven of zo. Dan krijg ik naar elke keer bruin en dan geef ik aan haar een blauwe. En dus bij mij, ja, dat je zegt van nou, het is wel leuk, maar een andere kleur was het toch mooi geweest. Dus ik denk ja, dan moet ik eigenlijk, of moet helemaal niks, maar dan is het wel leuk om een paar bruine sokken te maken. En ik moet zeggen, deze kleur bruin vind ik wel oké. Okay. Dit is dus Vulcolana Arwetta. En dat is dus sokkenwol. Eventjes kijken. 80% scheerwol, 20% nylon. Hij voelt wel echt lekker zacht en glad. En dit is kleurtje 352. En volgens mij was het Red Squirrel of zo. Iets met een eekhoorn. Dus ik vond het wel een leuk kleurtje. En dit is kleurtje 144. Dan weet ik niet meer wat voor blauw het is. Ik heb ook nog niet in Ravelry gezet. Maar ik heb ze allebei ook bij Wolly goed gekocht. En van de bruin heb ik twee bollen. Zodat ik ook sowieso heb twee bollen nodig. Maar dan kan ik ook twee tegelijk breien. Dus even de Curiouser en Curiouser socks afmaken. En dan ga ik hiermee beginnen. Ik ben heel benieuwd. Want ik ga dan ook voor het eerst de kleurwerk op sokken doen. Dus ik hoop dat dat een beetje gaat lukken. En lukt het niet, dan ga ik gewoon iets anders meedoen. Maar wel bruin met een beetje blauw. Dus die hoop ik ook voor het festival af te hebben. Gelukkig hebben we nog even. Wat wil ik nog meer vertellen? Ik heb ook gebreid aan de Anchorshawl. Maar ja, dat zijn gewoon elke keer een paar toeren erbij. Dus dat is niet zo heel spannend om te laten zien. Dus die ligt nog beneden. En ik ga wel meedoen met de Mystery Knit Along van Steven West. Die gaat weer op 3 oktober gaat die beginnen. En toen ik het plaatje zag, dacht ik eerst van, nee, sla een jaartje over. Ik vond vorig jaar heel leuk, hè? Ik heb er echt van genoten. Maar ik denk, ja, ik wil nog zoveel andere dingen breien. En ja, het plaatje was ik met oranje. Ik hou niet van oranje. Dus was ook denk ik dat ik dacht, nee, ik voel hem niet zo. Maar wat doet Steven West? Die gooit dan heel veel op Instagram, heel veel garencombinaties. De een nog mooier dan de ander. En ja, het is wel leuk. Dit jaar heb je maar 2 kleuren nodig. En van elke kleur iets van ongeveer 400 gram vingering weetgaren. 2 strengen. Klopt het dan? In totaal 400 gram. Dus van elke kleur 200 gram garen nodig. En ja, toen ging ik toch een beetje nadenken. En wat had ik ook nog liggen in mijn voorraad? 2 strengen van deze. Dus made by Lisetje in de kleur Light. Ik heb dit van mijn dochter gekregen. Voor mijn verjaardag heb ik, 2 jaar geleden alweer denk ik, een doos vol gehad met 5 strengen van made by Lisetje. Die meisje is echt gewoon te gek. En dan vraag je, wat wil jij voor je verjaardag? Ik hoef niks, want ik krijg al genoeg liefde voor jullie. Het is helemaal goed bedoeld, maar ik denk, joh, meisje, irritant. Nee, geeft niet. Ze is echt gewoon te lief. Dus ze krijgt gewoon cadeaus van ons, dus wees me niet bang. Maar ze is zelf dus wel altijd heel gul. Dus we moeten hem echt de rem opzetten. Joh, dat hoeft echt niet. En ik geloof dat uiteindelijk mijn man een deel mee heeft betaald. Ik zei, joh, schat, dat is echt gewoon te veel. Het is leuk dat je dat van je zakgeld wil doen, maar dat hoeft echt niet zoveel. Maar ze had dus volgens mij 4 kleuren en van 1 string had ze per ongeluk nog een keer aanklikt. Dus deze waren er 2 dezelfde. De rest zijn allemaal enkele strengen. Maar van deze heb ik dus 2 strengen. En toen dacht ik, nou, 2 strengen. En het was al dat ik heel lang aan het twijfelen was van, ja, wat ga ik met deze 2 strengen doen? Ik had het idee, als je dit in een topje gaat doen, dat voor mijn smaak net druk wordt. En dus daar twijfelde ik heel erg over. En een hele sjaal ermee wist ik ook niet, als het helemaal even zou zijn.
Dus er was altijd wel iets dat ik dacht, ja, ik weet het gewoon nog niet. En gewoon sokken, ja, om dan vier paar of twee paar te hebben met hetzelfde, vond ik dan ook weer jammer. En ja, dit viel toevallig precies goed. Dus ik heb deze, ga ik maken, deze is al opgewonden. En daarbij heb ik dus ook de Filcolana Arwetta. En dit is kleur 195. En die heet, dat heb ik wel opgezocht, Blue Nights. Dit is echt super donker donkerblauw. Ik had verwacht dat hij een tikje minder donkerblauw was. Of iets minder op sommig licht. Ik weet ook niet hoe het op de camera overkomt. In sommig licht dan lijkt dit bijna zwart. Geeft niet, want in het garen zelf zit ook een zwarte spikkel. Dus ik wilde ook niet te lichtblauw hebben. Want dan leek het me ook weer niet zo leuk. Dus ja, dit wordt de combinatie. Ik heb misschien ook wat foto's ingevoegd, afhankelijk van hoe het hier nu op beeld overkomt. En ik heb al een proeflaagje gemaakt. Nou, voelt goed aan. Ik moet nog even kijken. Want dit is net niet de stekenverhouding die Steve West heeft. Ik denk als ik naar 3,75 ga, dat ik het wel heb. Maar van de andere kant, dit is natuurlijk een super klein lapje. En dan brei ik toch altijd anders, net iets strakker, als dat je een hele grote sjaal hebt en je wil gewoon heel veel meters maken. Dus ik denk dat ik hem wel gewoon op 3,5 hou. En ja, ik vind het er wel leuk uitzien. Ik ben wel tevreden. Hij is nog niet gewassen, want je hoeft hem nog niet te blokken. En waar ik vorig jaar met mijn sjaal had ik in Holst supersoft gemaakt. Prima sjaal, heb ik heel veel plezier van. Hij ziet er ook mooi uit. En hij is ook gewoon, ik vind het niet kriebelen. Alleen dat garen is gewoon met het breien, is het gewoon wat stroever, wat stugger. En zeker met de steken die wij vorig jaar moesten doen, waar we moesten veel van die ja, soort lussen maken en alles. Ja, was niet altijd heel fijn, zeg maar. Het voelde een beetje, ja, gewoon stroef. En je had ook niet, kijk, dit lapje heb je gewoon al tijdens het breien. En als je het vast hebt, dat je denkt, oh, dit wordt lekker zo'n sjaal. Zacht, waar je in kan kruipen. Dat had je bij die niet. Na het wassen wordt het helemaal prima. Maar ja, tijdens het breien was het gewoon, ja, zeker sommige stukjes werden ook best strak. Was het gewoon een beetje schuup. Nou, niet schuup, dat klinkt dan heel hard, maar het werd niet dat je dacht van, oh, dit wordt echt zo'n sjaal waar je lekker in kan kruipen. Na het wassen is het goed gekomen, maar tijdens het breien, ja, en dat zorgt er ook wel voor dat je dan bij sommige momenten echt wel even, ja, motivatie moet vinden om door te gaan. Het leuke is wel dat ik, want ik had bedacht ik niet mee te doen en toen dus wel. En ik had vorig jaar toen, of begin dit jaar toen ik de sjaal klaar had, had iemand mij een bericht gestuurd op Instagram van hey, mooie sjaal. En joh, ik heb hem ook gemaakt en wij doen hem altijd in een groepje. Mocht je komend jaar weer mee willen doen, laat even weten. Dan kun je mee in het groepje. Dus ik zit nu in een WhatsApp groepje en met een aantal dames. En dan kunnen we elkaar ook een beetje motiveren. Ik heb wel met mezelf afgesproken dat hij niet in oktober af hoeft. Hij mag gewoon wanneer ik wil. Ik wil hem ook niet 5 jaar overdoen. Maar als hij bijvoorbeeld eind december klaar is, vind ik het helemaal prima. Dus we gaan kijken. Misschien dat ik wel heel veel zin heb, heel veel tijd heb en helemaal enthousiast ervan wordt. Dat ik denk, oh, ik kan niet stoppen. Dan mag ik gewoon aan doorbreien. Maar het moet niet in oktober af. Daar heb ik niet van mezelf afgesproken. Het moet niet worden dat ik er stress van krijg. Dat is het gewoon niet waard. Ik ga gewoon lekker breien. Ik heb genoeg sjaals hier liggen. Zoveel sjaals draag ik niet. Maar schijnbaar wordt dit weer een lekkere grote. Dus wij zeiden al wel tegen elkaar, mijn dochter en ik. Oh, dat is ook wel lekker voor op de bank. Of bijvoorbeeld, ik tennis dus veel. En zeker, ik heb er laatst op een vrijdagavond competitie ingevallen. En het was gewoon koud aan de kant. Wij moesten best lang wachten voordat we een baan op konden. Dan is het wel lekker. Of als je bij een partij van iemand anders gaat kijken, dat je even zo'n sjaal echt als omslagdoek of als dekentje over je schoot kan doen. Dus daar gaat hij voor. Dat is mijn tennissjaal. Nee, we gaan het zien. Hè. Ik heb geen idee. Wat ik wel spannend vind, want dit is het 15e jaar, dus hij laat nu ook alle sjaals van afgelopen jaren weer voorbij komen op Instagram. En er zijn er ook best veel met van die gaten erin. En ik vind ze niet allemaal geweldig met die gaten erin. Ik heb daar een beetje moeite mee, zeg maar. Het voelt voor mij een beetje hetzelfde ook met een spijkerbroek met van die gaten. Ik kan dat ook niet handelen, zeg maar. Dan is hij gewoon kapot. Ja.
Ik snap dat het nu wordt verkocht en al jaren en zo, maar ik heb er nooit aan kunnen wennen. En voor mij komt het dan over dat het niet goed is. En laat staan als je zelf iets maakt en er zitten dan gaten in. Ja, ik weet nog niet. Dus misschien als dat zo is, dan moet ik of iets anders verzinnen. Of gewoon wel doen wat staat. Dus ja, ik vind dat moeilijk. Ik ben wel iemand die graag gewoon een patroon volgt. Want ja, ik hou van regeltjes en ook regeltjes volgen. Dus niet dat ik overal heel braaf mee ben. Hè, maar overal, ik heb graag duidelijkheid. En ik kan er echt van genieten met een patroon dat je doet wat er staat. En er komt iets heel moois uit. En dat ook klopt wat je doet. En ja, dus ik vind dat wel een ding om dan zelf te bepalen. Nou, er staat hier dit. Dat ga ik niet doen. Ik wil op een of andere manier voelt dan toch een beetje als ja, vals spelen. Dat is natuurlijk niet, hè. Maar ja, het voelt een beetje alsof je niet luistert naar iemand. Dus we gaan zien wat het gaat worden. Ik ben wel heel benieuwd. Ik denk wel dat ik vorig jaar was ik wel begonnen met niet doorspoelen in het filmpje. Echt gewoon een stukje kijken waar ik was. En dan weer verder breien dat echt mystery bleef. Ja, door dat gedoe wat er toen was, ben ik daar toen ook mee gestopt. Ik denk dat ik dit jaar dat ook gewoon even in het begin doorschrijf. Misschien wel begin, even niks. Dat je het nog niet weet. Maar dat ik redelijk snel wel even doorspoel naar het einde. Dat je een beetje ziet van, hé, dit wordt de clue. En dat je niet aan het breien bent en dat je dan in één keer gaten of zo tegenkomt. En alsnog iets moet doen. Dus ja, we gaan het zien. Ik heb er wel zin in. En ja, ondertussen moeten dus ook wel andere dingen worden gebruikt. Moeten. Niks moet, wat ik al zei. Niks moet. Ik wil ook heel graag andere dingen breien. Dus het wordt een beetje verdelen waar ik mee werk. Maar ik heb er wel zin in. Dus helemaal leuk. En ja, mocht je ook de Mystery Knitting Along van Steven West gaan doen, laat mij weten. Mocht je ook bij dat WhatsApp-groepje komen, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar ik denk dat ze niet moeilijk zijn. Dat ook gewoon enthousiaste dames zijn. Sowieso, wat ik echt heel inspirerend vind, in dat groepje zitten ook dames die gaan zelf de wol. Of zijn zelfs wol aan het spinnen om daar dus mee de Mystery Knit Along te breien. Ik vind het zo knap als je dat kan, dat spinnen. Ik durf er ook nog niet aan te beginnen, want ik denk dat ik dan gewoon weer een hobby erbij heb waar ik gewoon of geen tijd voor heb. Heel veel tijd. Maar ja, dus voorlopig heb ik nog zoveel dingen die ik wil breien, dat ik daar eerst ga doen. En dan op het moment dat ik wat meer heb, dat ik denk, ja, ik heb eigenlijk alles al. Dat ik dan misschien ga zeggen, oh, dan wil ik wel leren spinnen. En dat je echt de tijd neemt om voor een project eerst zelf helemaal de wol te spinnen en dan het project te breien. Maar we gaan het zien. Maar voorlopig ga ik hem nu niet aansteken. Maar ik vind het wel echt heel erg knap en leuk dat ze dat gaan doen. Ja, wat zal ik eerst doen, hè? Zal ik eerst vertellen hoe jullie prijzen kunnen winnen voor degene die niet van live updates houden. Of zal ik gewoon wel de live update doen en dat mensen me even door moeten spoelen? Ja, ik ga eerst vertellen hoe je de giveaway kan winnen. En mocht je dan de live update wel willen horen, dan kun je die lekker daarna kijken. Ik heb best wat te vertellen. Mocht je dat niet willen zien, dan kun je hierna gewoon zeggen, joh, hey, het was helemaal gezellig. Ik kom hier voor de breicontent. En ik wil graag met de giveaway mee doen. Maar voor de rest geloof ik het wel. Sowieso zet ik altijd op mijn video linkjes naar, of een linkje, een inhoudsopgave. Dus dan kun je ook zien wat ik allemaal besproken heb. Je kunt ook doorspoelen. Daar staat dus ook per patroon ook nog een keer van, hey, Lardervest, de Creabea. Dus dan kun je ook even terug, als je het net niet hebt gemist, of net hebt gemist, dus kun je ook dingen terugvinden. Je kunt mij volgen op Instagram onder jespup1976. En dus op Reverie. En dat is belangrijk om op Reverie te kijken. Want ik ga dus de giveaway doen. En ik heb bedacht wat zal ik weggeven. En hoeveel zal ik weggeven. En ik heb iets leuks bedacht, vind ik. Ik wil graag twee mensen blij maken. Omdat dit dus het tweede jaar wordt dat ik filmpjes ga maken. En daarom ga ik twee patronen weggeven. Niet zomaar patronen. Degene die het wil winnen, die moet in, of moet... dat moet, hè. Dat moeten we allemaal niet zoveel willen. Op mijn Reverie staan van alle projecten waar ik mee bezig ben of mee bezig ben geweest, staan er projectnoten.
Project Notes. En daar mag je een patroon uit uitkiezen waarvan jij zegt, die zou ik ook willen maken. Je hebt me geïnspireerd of niet, hè? Ik vond het al heel lang een superleuk patroon. Ik wil hem nu wel een keertje winnen. Dat mag ook. Dus zoek een patroon uit op mijn referee library. Of niet mijn library, mijn projectenlijst. En kijk wel even, want er staan ook een paar gratis patronen bij. Mag voor mij ook winnen, maar dat is misschien minder leuk. En ja, schrijf in de beschrijvingen of bij de opmerkingen. Vertel mij welk patroon je zou willen winnen. Die ik dus al heb gemaakt of waar ik mee bezig ben. Ik zal nog, want er zit er ook eentje. De Cargill sweater ben ik mee bezig. Al heel lang, maar die ligt heel lang stil. Want ik vrees dat die gewoon te warm wordt voor mijn dochter. Die wil ik wel gaan afmaken. Maar ik zal even een betere foto maken. Dat ik wat verder ben. Dat jullie ook zien van waar ik bezig ben. Natuurlijk kun je bij al die dingen ook eerst zien wat ik aan het maken ben. Of hoe mijn versie eruit ziet. Maar je kunt ook doorklikken naar het originele patroon. Dat je ziet van, hé, hey, wat kun je er nog meer mee? Of hoe ziet het bij een ander uit? Of hoe zag bij de ontwerper er zelf eruit? Dus dat is ook allemaal mogelijk. En ja, ik hoop op die manier gewoon ja, ook wat misschien, want ik brei ook van wat minder bekende ontwerpers, dat die ook een beetje aandacht krijgen. Maar hey, ook prima als je gewoon iets kiest van, ik heb ook bijvoorbeeld van Petit Knit wat gebreid, dat je die kiest. Vind ik ook helemaal prima. Dus laat mij weten welk patroon je zou willen winnen. En dan trek ik over 3 weken in mijn volgende aflevering, trek ik 2 winnaars. En die stuur ik dan via Reverie het patroon. Mocht je nou geen Reverie hebben, geen nood, je kunt gewoon meedoen. Dan moet je even op een andere manier kijken wat ik allemaal al gemaakt heb. Je kunt mijn Instagram dus bekijken. Daar heb ik ook bijna alles wel opgezet. Je kunt mijn filmpjes terugkijken. Dan zie je ook best veel van wat ik al heb gemaakt. Misschien iets minder als wat ik ooit allemaal heb gemaakt. Maar zeker op Reverie heb ik, of op Instagram heb ik eigenlijk wel in mijn, bij mijn berichten van alles wat ik af heb, wel de grote dingen in ieder geval, dat ik het laat zien van hé, ik heb dit gemaakt. Dus laat dan weten van joh, ik zou dit willen en dan gaan wij gewoon even kijken hoe ik dan kan zorgen dat je alsnog het patroon naar jou toe komt. Desnoods koop ik het, print ik het hier thuis uit en stuur ik het via de post naar je toe. Dat is ook een optie. Dus ook als je geen referee hebt, je kunt gewoon meedoen met deze wedstrijd. Nou, tot zover de giveaway. En ja, mocht je de live update niet willen horen, dan zou ik zeggen, nou, dan hoop ik dat je de volgende keer wel weer komt kijken. En bedankt voor het kijken. Laat een duimpje omhoog of doe een duimpje omhoog. En ja, wil je winnen, laat een opmerking achter. En voor wie het wel leuk vindt, nou, nog een beetje live update. Ik heb afgelopen 3 weken... super veel leuke dingen gedaan. Het was echt ja, heerlijk. Ook gewoon wat met vriendinnen afgesproken. Tennis is weer begonnen. Dat is allemaal iets heel spannend. Maar ik heb ook een dagje ben ik op pad geweest met Esther. Die ken ik via Instagram. Maar wij hebben elkaar een paar keertjes in het echt ontmoet. Bij handwerkdagen. Verschillende handwerkdagen. Of dingen die ooit een keer zijn georganiseerd. Maar we hadden elkaar denk ik al... ja, 1,5 jaar niet gezien. En ja, uiteindelijk was het over het Knit to Festival had het over. En dat zei, je had ook een kaartje, ik had een kaartje. En het waren een beetje heen en weer aan het appen. En toen zeiden we ook van, ah, het is ook wel leuk om elkaar weer een keer te zien. Zou eigenlijk zoiets moeten doen. Dus zei, nou, dat moeten we dan eigenlijk eens zoiets doen. Dus toen hebben we gewoon gezegd, nou, we gaan gewoon iets plannen. Dus wij zijn, niet deze week, maar vorige week donderdag zijn wij naar Arnhem gegaan. Dat lag een beetje... ons allebei ongeveer even rijden. Kenden allebei Arnhem niet, maar echt een leuk plaatsje. En daar zijn we gewoon heel gezellig. Hebben we eerst wat gedronken. Daarna hebben we een rondwandeling gedaan, die we gewoon online hadden gevonden. En we hebben een beetje gewinkeld, we hebben wat geluncht. En het was echt super gezellig en leuk. En zo leuk hoe handwerken kan verbinden. Sowieso... ja, denk ik dat wij qua types ook wel een beetje op één lijn zitten. Ook qua kleurkeuze en zo. Maar ook gewoon, ja, handwerken kun je het over hebben. Maar je kunt het ook over van allerlei dingen hebben natuurlijk. Dus ja, het was gewoon superleuk. We hebben ook even, want op een gegeven moment waren we klaar met lunchen. En toen regende het een beetje, hebben we ook een paar toertjes nog gebreid.
Dus dat is ook gewoon heel erg leuk. Dus we hebben echt genoten. Ik heb van haar heb ik deze bol sokkenwol gehad. Dus het is van lang yarns. Leuke kleurtjes. En ik kreeg deze mooie steekmarkeerder. Ik weet niet of die op camera overkomt. Het is een papegaai, denk ik. En ik kreeg dit lieve blikje. Met daarin zitten van die lightbulbs. En allemaal blauwe. Ik vind het echt lief dat ze allemaal blauwe heeft gegeven. Ik weet niet of ze ook andere kleurtjes heeft. Maar dit zijn in ieder geval allemaal blauwe. En de grap was dat ik voor haar dacht. Ja, we hadden van tevoren niks afgesproken. Maar toen ik heen ging, dacht ik. Ja, het is wel leuk om een kleinigheidje te geven. En ik was bij de quiltwinkel. En daar hadden ze van hetzelfde merk toevallig ook blikjes. Ik heb een wat groter blikje had ik met zebra's, maar wel een beetje in deze kleur. Ik heb er een mini strengetje in gedaan. Ik heb er een paar steekmarkeerders had ik gemaakt. Dat heb ik erin gedaan. Dus op het moment dat zij, ik geef als eerste het pakje. Op het moment dat ze het uitpakt, moest ze heel erg hard lachen. Ze zei, dat komt wel als je mijn pakje openmaakt. Dus het is wel heel toevallig dat we allebei dus van hetzelfde merk, hetzelfde kleurtje blikje zijn gegaan. Dus was echt wel heel erg leuk. En in Arnhem zit ook Recht en Averrecht. En daar kun je ook winkelen op afspraak. Alleen die was op die dag net nog op vakantie. Dus dat ging helaas niet. Maar wij waren gewoon op de Bonnefoy verder aan het wandelen. En gewoon de stadswandeling en dan een beetje wat winkelstraatjes. En toen kwamen we een ander leuk winkeltje tegen. En dat heet Insteek en Aanhaken. En de eigenares is echt heel enthousiast. Die was zo aan het kletsen dat je bijna niet aan toe kwam om spulletjes te gaan kijken. Dat je al dacht, ook voel me bijna bezwaard om nu weg te lopen om even rond te kijken. Maar was wel leuk. Ze heeft van alles. Ze heeft stofjes, ze heeft wat bolletjes wol, ze heeft verschillende merken. En ik heb uiteindelijk dit lapje quiltstof gekocht. Altijd leuk. En ik heb deze bol sokkenwol gekocht. Ik ken het merk helemaal niet. Het is Cheval Blanc. En het is ook gewoon 75% superwash schuurwol en 25% polyamide. Redelijk dun draadje. Maar ik vond de kleur een beetje zeegroen, denk ik dat het heet. Vond ik heel erg leuk. En een leuke herinnering naast de bol die ik al van Esther heb gekregen. Een hele leuke herinnering aan een hele leuke, gezellige dag. We hebben echt... de tijd vloog, dus op een gegeven moment heb ik gezegd, we moeten nu wel zachtjes aan naar huis en we moeten nog wel een stukje rijden. Maar echt voor herhaling vatbaar. Dus mocht je met iemand heel leuk contact hebben op Instagram en je zegt van, ik zou het wel eens een keer in het echte willen ontmoeten, want ik vind het spannend, ik vind het eng. Ik zou het gewoon proberen. In het ergste geval, dan drink je een kopje koffie samen en je bereidt nog even wat samen en dan ga je daarna naar huis of je gaat wat anders doen. Maar dit was gewoon weer echt zo gezellig. Ik vond het echt heel erg leuk. Ik heb er echt van genoten. En toen heb ik nog iets anders gedaan. Wat ik ook van tevoren... niet spannend is een groot woord. Ik vond vooral het rijden er naartoe spannend. Ik ben twee nachtjes... ben ik in mijn eentje weggegaan. Sarah doet het wel eens. Ik had van iemand anders, heb ik het ook wel eens gehoord... dat ze gewoon even in haar eentje weg was... En we hebben het er al langer over met vriendinnen ook. Ik ben vroeger ook wel eens met vriendinnen een weekendje weg geweest. Of een paar dagen weg geweest. Maar dan ben je altijd met elkaar. Of je bent met... laatste keer ben ik met mijn dochter en mijn vriendin en haar dochter en haar moeder naar Rome geweest. Dat was ook allemaal superleuk. Maar je houdt wel altijd rekening met anderen. En het is allemaal heel gezellig. En met het plannen met vriendinnen is ook... Want we hebben het er elke keer over van we willen nog een keer ergens heen. Maar puntje bij paaltje is het gewoon heel lastig om de agendas op elkaar af te stemmen. En iets vinden wat je allebei leuk vindt, dat is nog niks probleem. Maar het leven is gewoon best druk. Dus het is heel vaak, het komt net niet uit of het is niet handig. En nu had ik zoiets voor de zomervakantie. Zeker met het idee dat de zomervakantie zelf ook druk of druk zou zijn. met de honden toch anders zou zijn als gewoon dat wij met z'n drieën weggingen, had ik echt even gewoon op een gegeven moment behoefte van, ik zou zo graag even in mijn eentje weg willen en met niemand rekening hoef te houden. Dus ik heb het in juli of zo geboekt, juli. En ik vond het wel spannend in die zin. Ik ben naar Kapsalon Bad geweest en dan moet je door de Westerschelde-tunnel.
Even ook een dingetje. Het ging helemaal goed, hè? Maar ik in mijn evenwichtsorgaan is niet helemaal wat is geweest. En mijn oren slaan met hoogte ook heel snel dicht. En daar word ik een beetje akelig van. Dus dat vond ik wel een dingetje. Toen ik die tunnel in reed, ja, dan kan het in één keer zo dicht slaan. Was ook, maar ik heb gewoon met 90 km per uur achter een vrachtauto aangezeten. En was helemaal prima. Ging helemaal goed. Maar het was van voor wel een ding dat ik dacht, oh, dan moet die tunnel rijden. Maar kan dat allemaal, hè? Alleen, ja, ik kan daar echt helemaal moeilijk denken. Dat alleen ergens naartoe, dat vond ik helemaal niet spannend. En het leek me alleen maar super lekker. Daar maakte ik me helemaal niet druk over. Maar gewoon dat erheen rijden. En dan denk ik, want ik heb het ook niet tegen mijn man gezegd dat ik dat een ding vond. Want die lag me vierkant uit. Dus heb ik ook maar niet gedaan. Ik kan het gewoon, maar het kan in mijn hoofd kan het dan zo'n ding worden. Dat ik denk, oh, en dan weet ik niet hoe de weg helemaal gaat. En joh, je hebt navigatie en die tunnel stelde uiteindelijk ook niks voor. Dus dan gewoon misschien wat minder snelheid. Maar hey, je doet het gewoon helemaal prima. Dus dat is allemaal gelukt. En ik ben dus naar Cadzandbad gegaan. En had ik een heerlijk hotel. Een luxe hotel. Met een kamer met uitzicht op zee. En het zat ook echt pal aan de zee, zeg maar. Dus ja, er zat nog een paadje tussen. En dan had je een klein beetje duin. Maar echt een heel klein beetje duin. En dan stond je op het strand. En ja, het was echt heel lekker. Ik had ook uitgezocht dat er in ieder geval sauna bij zat. Dat viel een beetje tegen. De sauna was heel mooi, maar je moest je zwempak aanhouden of je badkleding. Ja, vind ik net iets minder lekker in de sauna gaan. Maar dat is persoonlijk. Maar het zag er allemaal heel netjes uit. Dus dat was ook lekker dat ik daarin kon. En ik had uitgezocht dat de roomservice was. Dus de eerste avond heb ik ook lekker op mijn gemak roomservice laten komen. Dat ik lekker op mijn kamer kon blijven. Lekker nog even kon breien. Ik had 's middags al wel even rondgelopen. En ik was in de sauna geweest. En ik merkte wel, de eerste dag had ik nog wel een beetje van, oh, ik heb maar heel kort, dus ik moet wel alles en ik wil dit en ik wil met breien, wil ik dit zo ver komen. En ik dacht, oh, dat was niet de bedoeling waarom ik op vakantie ging. Ik ging op vakantie om lekker tot rust te komen, te doen waar ik zin in had. Dus hey, laat los. En dat is ook daarna heel goed gelukt. Ik ben ook lekker al best vroeg op bed gaan liggen, lekker op mijn gemak boekje lezen. Thuis vind ik dat toch altijd een beetje ongezellig als ik al heel vroeg zeg van, nou, ik ga naar boven, ik ga een boek lezen. Dus dat doe ik niet zo snel. En dat was fijn dat ik nu gewoon, ja, je hoeft met niemand rekening te houden. Ontbijt was helemaal geweldig in het hotel, dus dat was lekker. Dus dat maakt ook al dat je gewoon niet, je hoeft niks klaar te maken, je hoeft niks op te ruimen. Je kunt gewoon lekker even helemaal genieten. Ik heb ben maandag gegaan, dinsdag heb ik eerst mak ontbeten, even gebreid. Toen ben ik strandwandeling gaan maken. Halverwege lekker in een strandtentje gaan zitten. Op mijn gemak koffie gedronken. Lekker zitten breien. Weer teruggelopen. Smiddags heel veel zitten breien. S'avonds bij een strandtent lekker gegeten. Weer zitten breien. Dus het was gewoon zo relaxed. Het was ook lekker weer. Het was niet super warm. Er stond best veel wind. Maar het was droog. De zon kwam op zijn tijd door en ja, het was gewoon heel mooi. Ik word zo blij van de zee, van het ruisen van de zee en die golven zo. Ja, echt geweldig. Dus ik heb het echt fantastisch gehad. Woensdag heb ik na het ontbijt nog even een wandeling gemaakt en toen ben ik op tijd uitgecheckt. En op tijd, ik moest om 11 uur van de kamer af, dus het was iets voor 11 uur, ben ik weggereden. En het zorgde er ook voor dat ik gewoon op mijn gemak thuis weer de honden kon doen. Dus ja, het was heerlijk. Echt even er lekker tussenuit. En ook helemaal, ik hoor van mensen, oh, wat stoer en spannend. En nou, op het moment dat je dit spannend vindt, kan dan even zeggen, joh, dat was het niet in die zin. Je hebt gewoon, in ieder geval, ik heb een mobiele telefoon. Dus ik heb overdag ook gewoon wel eens een berichtje gestuurd naar mijn man of naar mijn dochter. Of even met ze gebeld of 's avonds. Dus je kunt wel gewoon nog contact met ze hebben. Je hoeft ze niet helemaal te missen. En dat zou ik wel vervelend vinden. Ik zou niet ergens heen willen dat ik gewoon ergens midden op een berg zit en een week lang geen bereik heb en met niemand contact kan hebben. Ik heb ook gewoon op Instagram van alles gedeeld. Had ik zin in, had ik ja, toch een beetje. Ja, ik werd er zo blij van. En dat was wel wat ik miste, of miste is een groot woord. Dat je er zo blij van wordt en dat wil je met mensen delen. Nou ja, dat ging via Instagram en via berichtjes met thuis. Dus dan was het ook helemaal goed, even delen en daarna kon ik gewoon lekker in mijn eigen bubbel lekker genieten.
Dus ja, het was echt heerlijk. Ik mocht er geen behoefte aan hebben, helemaal prima. Je hoeft het vooral niet te doen. Mocht je er wel behoefte aan hebben, maar je twijfelt of je het wel durft of niet eng is. Ik zou het gewoon een keer proberen. En natuurlijk, ik zat in een luxe hotel. Ik kan me voorstellen dat dat misschien niet voor iedereen financieel haalbaar is. Maar je kunt ook gewoon back to basic in een tentje of in een B&B. Er zijn genoeg mogelijkheden die wat minder prijzig zijn. En je hebt ook bijvoorbeeld sites waar je bijvoorbeeld kamers in een hotel voor heel weinig geld kunt krijgen, omdat dat nog over is of zo. Dus ja, als je echt wil, zijn er genoeg opties om toch weg te kunnen. En desnoods begin je gewoon met een dag dat je zegt, joh, ik ga een dag in mijn eentje op pad en ik ga ergens heen waar ik het nog niet ken. Gewoon echt een dag alleen maar doen waar ik zin in heb, is natuurlijk ook een mogelijkheid. Dus ja, ik heb er in ieder geval echt van genoten. Ik ben helemaal bijgetankt. Het was heerlijk. En ja, het zorgt er ook voor dat je week voor je gevoel heel kort is. Dus het is echt voorbijgevlogen. En ja, erg lekker. En ja, verder, ja, nu weer nieuwe weken natuurlijk, hè. Dus de komende tijd lekker veel breien. En Dennis is dus ook weer volop begonnen. Ik heb vorig weekend, was het eerste weekend van de competitie, heb ik gelijk ook nog bij een ander team ingevallen. Dus ik heb uiteindelijk 4 wedstrijden een weekend gespeeld. Waarvan eentje echt, oh, was zo leuk. Het was echt, ja, precies, alles lukte. En degene waarmee ik speelde, heb ik geen les mee, maar zij van dezelfde trainer. Dus we hadden dezelfde tactiek met aanvallen en doen. Ja, het was zo leuk als dat allemaal werkt. Dan heb je echt zoiets van, wauw, dit is zo gaaf dat je het dan voor elkaar krijgt. En de tegenstander speelde ook goed. Hè? Dan krijg je zachte ballen, dan wordt het ook moeilijker. Maar het was gewoon echt, echt superleuke pot. Dus daar heb ik echt van genoten. De andere potten waren ook leuk en was ook allemaal heel gezellig. Alleen, ja, die waren wat minder succesvol, zullen we zeggen. En vooral, in mijn competitieteam speel ik ook de single meestal. En enkele vind ik echt zwaar. Ik vind het heel leuk om te doen en het ging ook wel goed. Maar ik merk dan gewoon, ik moest tegen een meisje van 21. Ja, de conditie was anders als mijn conditie, zeg maar. Dus ik heb op een gegeven moment dat gewoon, ja, dat ik daar een beetje op afval, zeg maar. Het was nog een hele spannende pot, hè, dus dat zou maar andersom kunnen zijn. Maar doordat haar conditie gewoon beter was, ja, kan zij gewoon nog een paar keer een bal rennen waar ik dan niet meer ga, zeg maar. Maar ook heel erg leuk. En ja, dit weekend is het ook weer competitie. Nu alleen zondag en we hebben thuiswedstrijd. Dus dan is het ook wel relaxed. En verder lekker veel breien dit weekend. En ja, dat was een beetje. Ik ga druk aan de slag met de sokken voor mijn dochter. En al alle mooie projecten die ik heb liggen. En dan hoop ik jullie over 3 weken weer terug te zien. En dan zijn we ook weer met die West al bezig, denk ik. En ja, ik ben benieuwd waar ik dan allemaal te vertellen heb. En dan ga ik in ieder geval de prijswinnaars trekken. Dus ik hoop jullie dan weer te zien. Wat ik eerder al zei, geef een duimpje, geef een like. Vertel andere mensen als je het leuk vond. En bedankt voor het kijken. En ik vind het ook elke keer leuk om van jullie te horen. Dus ook zonder giveaway. Ik vind het heel leuk. Dus laat dat weten. En mocht je mee dus willen doen voor de giveaway, laat mij weten welk patroon je zou willen maken. En dan maak je daar kans op. En hieronder zet ik dus ook een linkje naar mijn Revolut-pagina. Nou, fijne dag. En fijne week. Dag. Thank you.